Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe gameplay hier natuurlijk op mijn kanaal Jarask Gaming. Op de achtergrond gameplay heb ik vandaag voor jullie mijn allereerste PlayStation 4 KAM Strike in Ground War. Ik speel hier 9 tegen 9 op de map Octane en ik zei al tegen jullie, als je Ground War krijgt in Domination op de map Octane is het echt heel erg chill. Je speelt nu natuurlijk 9 tegen 9, het is heel erg druk. Je kan de spawns blijven controleren als je een beetje met je team kan communiceren. Hier zat ik in een party met Jensen. En Jensen en ik zaten wel gewoon goed te communiceren met elkaar. Van, ze spannen daar, ze lopen daar, dus we zaten wel gewoon chill met elkaar te overleggen waar we heen moesten gaan. Maar ik haal deze campstrike in ongeveer 2 minuten en 40 seconden. Wat natuurlijk ook gewoon heel erg snel is. Met de Honey Basher, met natuurlijk de ingebouwde Silencer Grip en de Extended Max. En als jullie nou meer campstrikes willen zien op de PlayStation 4, laat dan even een duimpje omhoog achter. Want ik wil ervoor gaan spelen. En ik wil ook weer met allemaal random wapens een campstrike gaan proberen te halen. Want Ground War vind ik persoonlijk de allerchillste game mode in heel Call of Duty. Op Black Ops 1 vond ik het chill, Modern Warfare 3 vond ik het chill, Black Ops 2 vond ik het chill. En nu ook op Ghost vind ik het chill. Het is een tikkeltje irritant soms als je Stonehaven Domination krijgt. Want dan zit echt gewoon van de 18 mensen die in zo'n game zitten, zitten er 10 te snipen. En je weet wat het is met snipen in Call of Duty Ghost. Ze maken altijd een one shot, one kill. Dus als jij een sniper op je kop krijgt en er zit bijvoorbeeld iemand te campen in Ground War en je zit op een lekker streakje, dan kan jij je streak wel vergeten, want dan word je gewoon door je kop geknald. Maar het is een lekkere gameplay om naar te kijken met de Honey Badge natuurlijk. Lekker tryhard wapen, want ik probeerde gewoon voor jullie zo snel mogelijk die allereerste campstrike te halen in Ground War. Want mensen vroegen er ook om en je ziet gewoon, het ziet er echt zo vet uit vind ik persoonlijk op de PlayStation 4. Dus ja, ik ga nu waarschijnlijk alleen nog maar Ghost spelen op de PlayStation 4. Dus de live commentaires die ik ga doen en ga proberen op de PlayStation 4, die zullen ook gewoon dus niet meer op de PlayStation 3 zijn, maar op de PlayStation 4 van Call of Duty Ghost. Black Ops 2 en Modern Warfare 3, die blijven nog steeds natuurlijk op de PlayStation 3. Dus die komen ook gewoon nog steeds online. Maar ja, ik vind het zo vet, de PlayStation 4. Ground War zit erin. Infected zit erin met 18 mensen. Dus dan kan je echt een campstrike naar campstrike halen als je een beetje goed oplet. En ja, ik vind het een vette console. Ik heb Battlefield 4 ook gisteren heel eventjes gespeeld. Dus als jullie dat willen zien, laat eventjes weten. Want ik wil ook wat meer variatie natuurlijk in mijn kanaal gaan brengen. Dus misschien 1 à 2 keer per week gewoon eventjes Battlefield uploaden. Gewoon Domination, niet Conquest. Want Conquest, dat zijn die hele grote mappen op Battlefield. Maar gewoon echt Domination. Dus dat houdt in, je speelt nu op Call of Duty Ghost ook Domination. Alleen dan is het Domination op Battlefield. Het is gewoon precies hetzelfde. Ook met vlaggetjes, ook gewoon met wapens natuurlijk dat je mensen moet afschieten. Dus het is ongeveer hetzelfde. Alleen het is wel weer totaal anders. Dus als jullie dat willen zien, laat mij eventjes weten. Want ik wil dat wel gaan uploaden natuurlijk. Want een beetje variatie in je kanaal douwen, dat is natuurlijk wat chill. Maar hier haal ik alweer bijna de campstrike. Ik maak hier een mooie dubbelkill. Er komt er nog eentje aanrennen en bam, campstrike is alweer binnen. Het punt wat ik hier deed, is ik riep de campstrike meteen in. En wat ik niet had verwacht, is dat de campstrike zo een enorme waas over die hele map gooit. En ik zag dus helemaal niks meer. Dus ik kon makkelijk, echt heel erg makkelijk nog een tweede campstrike in het potje halen. Alleen, het was dus een beetje irritant. Want ik zag nu helemaal niks meer. Kijk, je ziet het. Je ziet gewoon geen ene zak meer. Hoe moet ik nu nog kills maken, man? Het is zo'n kutbeeld als die campstrike is afgegaan. Dus als ik volgende keer een campstrike haal op PlayStation 4, dan roep ik hem niet meteen in. Dan roep ik hem pas aan het einde van het potje in. Want als er zo'n waas over die map zit, je ziet gewoon geen ene reet meer. Als er nu een enemy gewoon op een afstand van ongeveer 15 meter 18 staat, nou, je ziet hem niet. Je bent gewoon kapot. Dus het was een beetje dom van mij dat ik hem had ingeroepen. Maar alsnog, het is wel gewoon een lekkere gameplay natuurlijk om naar te hebben gekeken. Dus mensen, mocht je meer campstrikes willen zien op de PlayStation 4, laat even je duimpje omhoog achter. Laat me even weten of jullie wat meer andere PlayStation 4 spellen op mijn kanaal willen zien. Want ik ben wel een Call of Duty kanaal. Maar ja, ik speel natuurlijk ook gewoon andere spellen. En als ik andere spellen upload, dan denk ik dat jullie dat ook wel leuk vinden. Ik blijf gewoon lekker mezelf natuurlijk. Ik blijf gewoon Call of Duty uploaden. Maar 1 of 2 keer per week een andere spelletje. Dat kan natuurlijk ook wel tussendoor. Dus laat me even weten of jullie dat willen zien. Campstrike, die heb ik natuurlijk alweer gehaald. En ja, ik ging nu alleen nog maar dood door die klote stomme smoke die overal door die hele map zit. En al die oranje kutkleuren waardoor je geen hele reet meer kan zien. Maar bedankt voor het kijken mensen. Vergeet niet te liken voor meer KAM strikes op de PlayStation 4. En tot de volgende keer weer. Bye bye mensen.